Goedemiddag, we zitten alweer in het midden van de week. Het is woensdag. Gisteren was ik wel bezig in mijn huis, maar ik vond het nou niet zo interessant om dat nou te vloggen. Bedden we schoon in de wasmachine, nou, dat soort dingen moeten ook gebeuren. Rox en Dimitri zijn naar Ibiza vertrokken. Als het goed is, zitten ze nu in het toestel. Dus ik hoop over een paar uurtjes weer van ze te horen dat ze veilig geland zijn. En dan ga ik nu maar gewoon verder waar ik gebleven was met mijn jurkje. Want in het weekend kwam er ook niks van te zien. Al dat het toch wel weer wat langer gaat duren. Als ik gedacht had. Maar tussendoor dan doe ik wat dingetjes en dan pas ik het of het allemaal wel de goede kant op gaat. Nu moet de rits erin, de voering erin en zo, dan is die klaar. Zo, het is na zes. Ik heb aardig door zitten werken en nou, ik lig wel op schema als ik het zo zou zeggen. Ik hoef alleen maar hier en daar wat af te werken. En de zoom moet erin, ik moet hem even heel goed strijken en een beetje stoom strijken overal. En dan is die best wel leuk. Dan kijk of ik bij welke gelegenheid ik het aan kan trekken. Dat weet je nooit. Roxy is geland in de tussentijd. Het is 6:30 geland op Ibiza. Ze heeft de camera ook bij haar, dus ze kan ook opnames maken, want ik vind dat we... Ik moet met z'n tweetjes vloggen. Dat is wel zo gezellig. We doen zoveel dingen met z'n tweeën. En dan zijn het ook verschillende vlogjes ook leuk. Ook van haar erbij. Dus gaan we dat doen. En verder moet ik even kijken wat ik ga eten. Ik ga even de koelkast opentrekken. Ik weet dan nog niet waar ik trek in heb. Nou ja, morgen weer een dag. Hallo, het is donderdag vandaag. En het is eigenlijk ook alweer... het is bijna 1 uur. Dat ging snel. Ik ontbijt altijd vrij laat. Dus pas altijd om 11:00. En dan lees ik ook gelijk altijd even mijn krantje. Kijk even nog wat televisie. Dus ja, het is bij 1:00. Ik ga vanmiddag even met mijn moeder naar het ziekenhuis voor een echo van haar schouder. Want sinds een paar weken geleden verloor ze haar balans. En toen viel ze tegen de kast aan. En sindsdien doet de schouder zeer. Ze had er al een foto van laten maken. Was niks op te zien. Maar ja, ze blijft pijn in de schouder houden en ze kan de arm slecht omhoog doen en vooral opmaken, zei ze, gaat niet zo goed. Dus dat gaan we even bekijken, kijken wat je met de echo te zien krijgt. Daar moet ik om 2:30 moet ik met haar in het ziekenhuis zijn en daarna moet ik altijd meestal even met haar ergens gaan zitten. Dan wil ze een cappuccinootje drinken. Tegen die tijd is de middag alweer voorbij. En dan ben ik benieuwd of ik nog wat van Roxy en Dimitri hoort. Ze gingen vandaag rondrijden. Gisteren was ik natuurlijk eventjes met mijn moeder naar het ziekenhuis om een scan te laten maken van haar schouder. Nou, daar zit natuurlijk een scheurtje in de pees, dat dacht ik al. Dus de mens loopt er eigenlijk al 4 weken mee rond. Dat doet best wel zeer, zei ze, want hij zit hier en dan dit gaat er niet goed. Dit gaat wel, maar optillen gaat er niet zo goed. En maar ja, ze is natuurlijk 90 en ik zat natuurlijk al een beetje uit te zoeken op het internet dat je dan, er is niet veel wat je kan doen, want operatie heeft meestal niet zo nut. Want je pezen zijn natuurlijk niet meer zo soepel als je ouder bent en er zit natuurlijk ook een soort vorm van slijtage in die pezen. En ze heeft al hier en daar artrose en dat soort dingen, ze had natuurlijk al een nieuwe knie, een nieuwe heup, een paar jaar geleden. Nou ja, dus... Ze hebben het zelf veroorzaakt, dat is nog het erge ervan, dat ze altijd alles veel te snel wil doen en ze moest wat wegzetten en ze verloor een beetje de balans, viel tegen een kast aan met de schouder en nou ja, hup, scheurtje erin. In die pezen, ja, wat ze misschien nog kunnen doen is pijninjecties geven. Ze gaat vanmiddag eventjes naar de huisarts en dan kijken wat die zegt. Dat is een vrouwelijke huisarts, heeft ze. Kijken wat die zegt. Het is rot, want je slaapt ook niet lekker s'nachts, want je kan niet echt lekker zo bewegen in bed. Ik weet het ook niet. Ik vind altijd wel, wat ik wel een zorg vind, als je natuurlijk ouders hebt die wat ouder zijn. Zelfs als dat ouders altijd voor de kinderen natuurlijk bezorgd zijn. Maar op een gegeven moment draai je die rollen om, hè, als je ouder wordt. Dus dan maak ik me weer zorgen over wat ze allemaal niet uitspoken. Want ze accepteren eigenlijk niet dat ze al die leeftijd hebben en dat je misschien een tandje terug moet nemen. Dat willen ze helemaal niet.
Maar ja, elke keer is het, dan heeft die weer wat, en dan heeft die weer wat. Dus nou, mijn moeder dan weer met die schouder. En weet je, dan maak ik me altijd wel weer zorgen om. En wat, ik vind dan altijd wel bijvoorbeeld dat niks aan de hand gevoel. Wat je normaal bijvoorbeeld hebt, je doet allemaal leuke dingen, je hoeft alleen maar aan jezelf te denken. Dat gaat een beetje weg. En dat vind ik wel vervelend. Mijn zus kan dat heel erg goed van afzetten. Zo van, nou, ik zie wel, als er wat gebeurt, dan zie ik het wel. Maar ik ben daar toch altijd mee bezig. Omdat ik woon wat dichterbij, ik zie ze natuurlijk wat sneller. Want het is maar 3 minuten hier vandaan. Nou ja, dus dat... Dat zijn zo van die dingetjes als je wat oudere ouders hebt. Hetzelfde als dat jullie misschien, als je wat jonger bent, dan hoor je natuurlijk je ouders mopperen over dingen van oma en opa of zo. Dat kan ook. Kijk, het is voor vanavond toch een salade geworden. Ik heb een gemengde salade met stukjes walnoot en stukjes avocado. Ik heb nog wat mozzarella plakjes bij tomaatje. Heb ik ook nog gewoon plakjes meloen. En ik heb nog een kleine tortilla gemaakt. Dus dan heb je, ik had leftover aardappeltjes, kleintjes. Nou, maak je een paar in plakjes. Doe je even bakken met een uitje. Dan doe je een eitje klutsen met peperzout en wat kruiden erin. En die gooi je dan bij de aardappeltjes als ze een beetje mooi bruin zijn. Beetje zachtjes bakken, omkeren en hoppa, dan heb je dan je tortilla. En we doen erbij een glaasje prosecco. Ja, ook altijd wel lekker. Dus dan ga ik eten. Even wat op mijn laptop doen. En doe een cappuccinootje erbij. En daarna wil ik iets maken uit het boek van Tanya Burr. Dit is Tanya Bakes. Dit is haar nieuwste boek. Zij is een hele populaire vlogster in Engeland. En haar man Jim Chapman ook. Niet dat zij nou heel erg goed kan bakken, dat niet. Maar het is wel een hobby van haar. Ze heeft ook een eigen make-up lijn. En... Nou, dit is haar nieuwste boek. En het leuke is, ik heb dus nu 2. Want ik had een paar weken geleden had ik hem dan gekregen bij Amazon. En toen kreeg ik een mailtje van Amazon dat er waren een aantal, een stuk of 6 receptjes, daar klopte iets niet mee. De ingrediënten waren niet goed, heb ik nu gezien. Dus Roxy krijgt mijn andere boek. Ik had hier eventjes in opgeschreven, want dat hadden ze van Amazon doorgegeven welke recepten niet oké waren. Die klopten. En dus ga ik even voor haar de juiste ingrediënten erbij zetten. En dan heeft zij ook zo'n boek. Hartstikke leuk. Dus ik zag hier een heel leuk makkelijk receptje in over healthy oatmeal cookies. Ik denk, nou, die ga ik eens een keertje uitproberen. Dus dat wil ik strakjes doen. Maar ik ga eerst heel eventjes een paar dingen doen op mijn laptop. Nou, zoals ik zei, wilde ik vanmiddag deze koekjes bakken. Dat zijn oat en cinnamon healthy cookies. Want die kon je ook bijvoorbeeld 's morgens, als je geen tijd had voor ontbijt, kan je ze als ontbijt even meenemen in de autootje. Of als iets zit te knabbelen. Nou, deze had ik dan uit het boek van Tanya Bakes, Tanya Burr. En dit is Tanya. En nou ja, het grappige is altijd natuurlijk met recepten die je nooit gemaakt hebt, dat je natuurlijk niet weet of het eigenlijk precies net zo wordt als op het plaatje. Dat ga ik dan eventjes uitzoeken. Wat ik in ieder geval nodig had was 300 gram havermout, rozijnen, ik heb honing, ik heb 100 gram zachte boter, dan heb ik mijn kaneelpoeder en mijn bakpoeder en een ei. Dus dat moet ik eerst eventjes allemaal in mijn kom roeren. Of ik neem de mixer, dat weet ik niet. Ik denk, ik begin met de mixer en dan als het stijf wordt allemaal, dan ga ik wel met de pollepel verder. Nou, ik ga het eerst eventjes allemaal mengen, dan zie je het zo verder, want dan moet het daarna op mijn bak plaatsen. Dus ik ga er zo mee verder. Eerst even dit allemaal door elkaar roeren. Zo, ik heb nu alle ingrediënten door elkaar gemixt. Het is lekker stevig en ja, het plakt natuurlijk ook door de honing. En ja, ik moet er nu ballen van vormen en die kan je dan zo plat drukken en dan krijg je een soort koekjesvorm. Ik moet even kijken hoe groot ik ze ga maken. Want ze gaan natuurlijk ook nog een beetje uitzetten terwijl ze in de oven staan. Dus misschien krijg ik ze hier niet allemaal op. Moet ik het in tweeën doen. En ik weet ook helemaal niet hoe het gaat smaken. Er zit ook kaneel door. Honing. Nou ja, we gaan het meemaken. Ik ga er nu ballen van maken en dan plat drukken. En dan denk ik, moet ik nou mijn handen nat maken? Of laat ik gewoon alles helemaal plakken? Geen idee. Maar dat zien we zo wel. Ik heb ze nu op mijn bakblik en misschien heb ik ze wel een beetje te groot gemaakt. Ik weet niet of ze... Ja, er zit natuurlijk bakpoeder in, dus ik weet niet hoeveel het gaat rijzen. Misschien had ik ze eerder deze maat moeten hebben. En ze zijn natuurlijk nu allemaal wel wat groter. Maar ik had gezien in 2 keer dubbele ladingen. Maar ja, ik kijk eventjes hoe ze worden
met deze. En hoe het smaakt, daar gaat het me vooral om. Kijk, als ze lekker zijn, dan weet ik dat de volgende keer dat ik ze wat kleiner moet maken. Maar je handen plakken enorm ervan, dat zeker. Ik heb ze echt 2 keer goed met zeep moeten wassen om de honing en alles eraf te krijgen. Maar ik ga ze in de oven zetten een kwartiertje en ben heel benieuwd hoe ze eruit komen. Nou, ze zijn klaar. Ze zijn net uit de oven. Ze zien er eigenlijk wel hetzelfde uit als bij Tanja op de foto in het boek. En even proeven hoor. Nou, oké, lekker. Ze zijn niet zoet. Maar ja, er zitten ook maar 3 eetlepels honing in. Dan moet ik ook nog een beetje gezond blijven. Het vult wel. Het voedt enorm. Maar ja, het is natuurlijk ook alleen maar havermout, een ei, 3 lepels honing, een beetje kaneel, een beetje bakpoeder. Nou, het voedt wel. Ik kan me voorstellen, als je geen tijd hebt om te eten 's morgens en je zit in de auto, dat je denkt, ik neem even 2 van die koeken. Want dan vult het wel. Zeker als ze nog een beetje warm zijn, is wel lekker. Ja, dan zou ik zeggen, ja, doe er wat poedersuiker over. Maar ja, dan is het natuurlijk niet meer echt gezond. Maar het is wel leuk. Ja, het is jammer dat Rox er niet bij is als ze het even kan proeven. Maar, ja, of ik doe de volgende keer misschien 4 lepels honing erin. Kijk of het een beetje zoeter krijgt. Maar ja, leuk toch? Ja, ik vind het wel leuk geslaagd.